Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag trekken weer een aantal buien vanuit het westen over het land. Dat kunnen soms stevige exemplaren zijn met kans op onweer. De onweerskansen zijn het grootst in de kustprovincies. In het binnenland is het in eerste instantie nog droog, maar later in de ochtend en ook vanmiddag kan daar ook een enkele bui vallen. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden en de wind draait geleidelijk van zuid naar zuidwest tot west en wordt dan matig of vrij krachtig, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt het aantal buien weer af, vooral in het middenland. In de kustgebieden blijft nog wel kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14 aan zee, waar het een krachtige wind. Morgen hebben we opnieuw te maken met flinke buien, soms ook met onweer, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt 16 of 17 graden en er waait een matige aan zeekrachtige wind uit westelijke richtingen, kracht 4 tot 6. Ook zaterdag en zondag is het nog behoorlijk wisselvallig met een aantal buien en tussendoor wat zon. Vooral aan zee kan het flink waaien, de middagtemperatuur ligt rond een graad of 16. Vanaf maandag is het vaker droog met ook meer zon. En later in de week gaat ook de temperatuur weer omhoog. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.